Wauw, hè? Ik krijg er de kippenvel van. Zo leg hem er. Ik leg hem er. Ja? Weet ik niet. Hij is mooi. Echt wel. Zo dan. Echt schitterend. Ik moet rijden, want ik moet een goede kont Verhalenstraat in. Toch mooi, hè? Ja, ja. Lekker, hè, meisje? Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag toch? Ja, maandag, de 8e. Ja, gisteren was zondag, was Karen jarig, maar het doet er even niet toe. Het is vandaag maandag, de 8e van de 8e. 2022, we leven om 14:43. Ik moet rap mijn meisjes uitlaten. Karen is al in aantocht, die heeft mij haar locatie weer doorgegeven. Dus ik kan haar weer volgen, maar ik moet de meisjes nog uitlaten. Ik moet mijn bloemen nog halen, maar dat kan ook desnoods samen met Karin. Want ja, jullie weten, we moeten op crematie vanmiddag. En ja, mijn hoofd staat er trouwens niet eens in de hand. Ik ga van de hoofdpijn, dat wil je niet weten. Maar ja, ik hoop toch dat het wat wilt zakken nog, maar dat komt wel goed. Ik neem zo meteen nog eventjes een pijnstiller erbij in. En dan mijn meisjes uitlaten. En meneertje Kandel, waar is die? Die hoorde ik ook nog. Die moet nog even eten en dan komt alles goed. Maar ik wens jullie welkom bij een gloednieuwe vlog van uiteraard Corina en de Beestenboel. Geniet van je dag. Geniet ook met ons mee met wat we doen. Enkel, ja, jullie kennen we helaas dit keer niet meenemen naar het crematorium toe. Dus ja, dat vind ik niet een leuk idee voor hun, hè? Dat heb ik gisteren ook al verteld. Maar daarna, als ik weer thuis ben, ja, dan zijn we er weer, weet je. Ik heb een lange rok aan, mijn nieuwste, die ik op de Juttetjesmarkt heb gekocht. Met een zwart topje erbij. Dus ja, helemaal goed. Ik wil nog eens een keer een rood topje erbij. En aqua, ja, aqua kleurt. Het is niet groen, het is niet blauw. En een bruin topje, maar dan met ik heb wel een bruin topje, maar met hele smalle bandjes. Ik wil, dat is meer een hemdje. Ik wil echt met bredere bandjes. Dus ja, maar dat komt ook wel goed, denk ik. Ja. Ik vind deze rok zo mooi in, dat ik moet er heel voorzichtig mee uitkijken dat ik hem iedere keer omhoog haal als ik op deze stoel zit. Ja, ook dat nog. Maar oké, lieve vrienden, geniet van je dag. Geniet van je leven en geniet ook met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik zit dus al, zoals jullie zien, in de auto. En Karin die is even voor mij naar de bloemist om mijn bloemen te halen die ik zaterdag heb besteld. Dus ja, dat komt wel goed. Ze is er eventjes snel lopend heen. Nou ja, dat kan ik niet. Ik heb er al later achterin, maar dat gaat het er niet worden op die snelheid. Nee, die begon zachtjes te rennen. Wel, hè, een beetje snel lopen, laat maar zeggen. Maar in ieder geval, de bloemen wil ik er sowieso wel even op hebben er ook. Ja, als ik jullie dat wel even kan laten zien. Dus dat komt wel goed. Daar hebben we het, de trein, station. En de bloemist, nou ja, die zit daar naast het hotel. Ja, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien, maar ik hoop het. Dat zit er eigenlijk, ja, eronder, want het hotel, de ingang zit ernaast en de kamer is erboven. Ja. Dus ja, het is ernaast en eronder. Zo, dat zat even niet goed. Maar ja, dat komt wel goed. Ik denk dat we er zo wel weer aan kunnen zien komen.
Want ze hoefden het niet te betalen. Het was al betaald. Dus ja, het is gewoon vragen en mijn naam doorgeven. En dan komt het ook allemaal goed. Dus we wachten met een spanning af. Totdat ze komen zal. Dat kan je weer zien. Er rijden wel auto's af en aan. En het is warm, dat wil je niet weten. En Google Home Hub die zei dat het maar 20 graden was. Nou, 20 vind ik nog niet echt warm. Maar ik denk dat het toch wel warmer is dan die 20 graden. Ja. Echt waar. Ja. Ja, ik zal het even laten zien. Ze zijn ook met dat gebouw bezig. Dat was ooit het postkantoor. Ja. En op de Watertoren wappert de vlag blauw en geel. Oekraïne. Nou ja, je woont in Nederland toch? Doe dan de helderse vlag. Want volgens mij is dat Oekraïne, die blauw en geel. Maar ja. Kan niet meer tegenwoordig. Nee. Ik weet niet eens wat blauw. Ja, ik dacht dat blauw en geel Oekraïne was. Nee, ik weet niet. Het zal. Ja, het zal zomaar kunnen. Ja. Nou. Want ze liep er net langs die blauwe container die jullie daar zien staan. Dus ja, dan moeten ze daar ook weer vandaan komen, denk je dan zo, hè? Ik heb gelukkig het raam open, want het is echt smorend heet. Maar ja, ik heb ze vroeger uitgeleerd. Daar komt ze aan. Kijk dan. Wauw, hè? Ik krijg er de kippenvel van. Zo bijzonder mooi. Ik leg hem in mijn achterbak, ja? Want ik weet niet of ik nog meer mee. Weet ik niet. Hij is mooi. Echt wel. Zo dan. Echt schitterend. Ik moet ook weer gaan kijken hoe ik moet rijden, want ik moet een goede kant Verhalenstraat in. Toch mooi, hè? Ja, ja. Door de Krugerstraat, denk ik. Ja, ik moet heel denk ik. Nou, ik sluit weer af. Ik zeg het later. Ja, lieve vrienden. Ik weet niet meer wat ik aan het doen ben. Ik weet helemaal niks meer. Nee. Maar in ieder geval. Ik heb koffie weer voor mijn neus staan. Ik ga even wat anders aandoen. En als ik mijn koffie op heb, dan ga ik met de meisjes naar de Oude Rijkswerf. Ik neem jullie mee. Want dan kunnen ze lekker het water in en dan kan ik lekker even filmen, even blik op oneindig, even mijn hoofd leegmaken. Je weet het wel, ja. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet verder. Het is bijna avond, het is 17:59. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Geniet ervan en doe je ding, dan ga ik dat ook doen. Ik zou zeggen, tot straks. Rijke! Rijke! Rijke, kom maar, meisje! Lekker, hè? Meisje, doe dan. Lekker, hè? Rijke, kom dan. Ze is er nog niet in geweest, volgens mij. Jawel, met de pootjes alleen een beetje. Kom, deze kant. Goed.
zo! Lekkere meisjes! Zwemmen maar! Nee? Kom maar! Rijka! Kom maar! Kom eens kijken, Rijka! Rijka, kom maar kijken! Lekker, hè, meisje? Mijn rollator rijdt, terwijl die erin staat. Dat mag niet voorkomen. Blijf. Kom dan. Doe maar. Doe maar. Doe maar! Doe dan! Ga het water in! Kom dan! Kom dan! Ja! Vrouwtje ook! Geweldig! Wat is dat dan? Lekker, hè? Even afkoelen. Kom maar. Dat is ba. Dat is ba. Kom maar. Heerlijk, hè, meisje. Rijka, waar ben je daar? En ik zie er niet, hè. Daar dus. Lekker, meisje. Mooi, jij plasje doen, hè? Ja, er zit toch weer het water in. Ze is ook zo snel, hè? Hup, de ronde door. Ze kan niet... En Alwin, die kan er niet onderdoor. En zij wel, die kleine boef. Oh wel, ze kan er wel onderdoor. Ik zie dat allemaal niet. Het is daar zo roetje donker. Lekker, meisje. Rijka. Rijka, Snoepie. Kom maar, Snoepie. Elwin, Elwin. Lekker. Snoepie. Elwin, Snoepie. Kom maar. Snoepie tijd. Ja, goed zo. Ja, lieve vrienden, jullie zien, ik ben bij Marianne en ook Marianne heeft heel droevig nieuws.
Ja, ik zal het even vertellen, want ze is buiten even iets water aan het geven. Maar onze Brutus, ja, die ik al een paar keer op de film heb gehad, die is vandaag ook overleden op de dag dat ik mijn neef weg kon brengen. Ja, gaat lekker hier om aan deze kant, maar niet heus, nee. Gaat helemaal niet lekker wat dat er gaat. Maar ze heeft er nog eentje over, dat is nog steeds onze Sylvester. Die zit nu ook al achter de deur, omdat ze met een gieter er liep. Ja, die wil ze nou niet meer naar buiten hebben. En Brutus die staat in zijn mandje buiten, die gaan we morgenmiddag even met z'n tweeën begraven. En dat komt allemaal goed, of niet dan Marianne? Nee, ja, dat is goed. Ja, komt helemaal goed. Ja, ik zie je wel hoor. Kiekeboe. Ja. En dus, ja, maar dat komt allemaal goed. Ja, dat is goed. Ja, weet je, het gaat wel weer. Gaat dat. Het hoort ook bij het leven, hè? Ja. Dat zo'n beetje is ook doodgaan. Ja, absoluut. En, ja, ik heb een... Ga maar zitten, dan draai ik hem zo meteen om. Ik heb hem bijna 19 jaar gehad, vanaf kleins af aan. Was hij 3 maanden, dus ja, is een hele tijd, hè? Een heel leven. Ja. Ja, kattenleven, hè? Ja. Maar ja, dat komt ook goed. Ja. Nou, weet je, het is een beslissing die je alleen moet nemen. Dat is best wel moeilijk. Absoluut mee eens. Ja. Ja. Maar goed, het is, ik ben blij toch dat ik het gedaan heb. Dan gaat hij naar de poezenhemel. Ja. En als morgen een mooi tuintje erop zit. Ja. Ik heb nog geloof ik een mooie steen liggen, maar dat weet ik niet zeker. Mm. Nee, ja, die mede kan niet schoongemaakt worden. Ja. Ik dacht, kan je dan eerst eventjes met verf waar tegen weer een wind kan wat erop zetten en zo ja. Ik hoor een andere poes. Wacht even, ik zal hem even binnen laten. Ja, kan nou dat weer, hè? Ja, Sylvester. En dat is onze Sylvester die er binnen gaat komen. Ja, kom maar, schat. Sylvester! Ja, maar die wil naar buiten. Ja, maar dat gebeurt niet. Echt niet? Nee. Anders. Nou! En hoe laat leven we nu? Kwart voor 12. Ja, en dat op deze tijd bij Marianne. In de nacht. Ja. Nou ja, in de nacht. Het is nog steeds avond. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Slaap lekker, wel rusten. En zoete dromen of zo.